altijd even wachten. Ja, nou, nu is het niet aan, denk ik. Ik ga het opnieuw proberen. En in principe mag ik niet zeggen, maar... Ja. Ik heb met haar gedate. Het was echt best wel, echt wel heel erg leuk. En ze kan... Ja, je bent er weer? Hi. Ja, hi. Ik ben een beetje opgelaten. Ja, oké. Oké. Ik heb nou de volgende. En op zijn Engels... Jutge not... That you... Be not jutget. En op zijn Nederlands... Oordeelt niet... Op dat... Ja, ik heb het begrepen. Ja. Want met het oordeel waarmee jij oordeelt, met dat oordeel zal jij geoordeeld worden. Worden? Ja. Met de maatvoering waarmee je meet, daarmee word jij gemeten. Maar. Dat is toch waar? Maar. Ja, breng me wat tegenin. Ja, ja. Ik heb een maag. Neem je tijd, neem je tijd. Als je je placeert in stroming, dan ben je al in iemand die specialiseert om te veroordelen. Heb ik over heel de tijd. Begrijp je wat ik bedoel? Ga door. Ja. Dus als je je laat instromen, dan ben je zwak tot een gegroepeerde groep. Uh-huh. Bij te horen. Uh-huh. Dan. Uh-huh. Al begon te veroordelen. Of over iemand anders. Daarom zeg het ik. Ik hoor nergens. Zelfs bij de Café de Wacht. Mm-hmm. Want dat is al beoordeling. Mm-hmm. Naar de regen. Naar de dit of dat. Communist ben ik. Katholiek ben ik niet. Wat, ben je wel een communist, maar geen katholiek? En dat is... Nee. Dat is mijn vrijheid. Tot iemand begrijpt dat... voor zichzelf. Uh-huh. Ik ben gelovig, maar niet... religieus. Allerlei organisaties... Ja. Heb ik voor jou een samensweringsvraag, hè? Ja. Quizvraag. Ik heb een quizvraag voor jou. Als je... Nee, ik heb een quizvraag voor jou. Quizvraag. Wie? Ja, quizvraag. Je hebt die eerste drie. En je hebt Lao Tse, Boeddha en Christus. Ja. Nee, geen probleem. Sorry. We maken hem makkelijker. Even wachten. Ja. No. Oké. Hoe vaak per week ging Jezus de Christus naar de kerk? Interesseert me helemaal niet. Nee. Mijn vraag aan jou is, hoe vaak? Een gokje, gewoon gokken. Ik wil niks. Nee, niks is geen getal. Nee, je luistert. Ik vroeg aan jou een duidelijk antwoord. Je gaat namelijk. Ja, dus maximaal 7 dagen per week kan je naar de kerk. Hoe vaak ging Christus naar de kerk? Zal ik het antwoord verklappen? Jezus is in plagiaat.
Zal ik je het plagiaat van een geschiedenis is misbruik van menselijkheid, vrijheid. Hij is nooit gekruist. En dat doet er heen. Niet jij persoonlijk, hè? Nee, ja, ja, nee, ik heb het over iets anders. Maar oké, een andere vraag. Om het jou makkelijk te maken. Om het jou makkelijk te maken. Ontzettend duidelijk. Hoe vaak per week ging Boeddha naar de kerk? Hoe vaak per week ging Boeddha naar de kerk? Interesseer me niet. Ach. Ach, kom op. Ben jij, je bent toch niet, ik zit toch niet momenteel te praten met iemand die het geloof in de mensheid verloren is. Ik ga niet intrappen over Jezus en ik heb geen antwoord. Oké, maar nu over Boeddha. Hoe vaak... Je krijgt hetzelfde. Weet je ook niet. De Boeddha, ja. Die heb ik nooit ontmoet. Ja. Ik heb trouwens een Perry ontmoet. En Perry heeft mij geholpen. Een Perry winkel. Ik ga niet intrappen voor een Boeddha. Die heb ik nooit aangetast. Oké. Maak er maar een lang verhaal van. Oké, ben ik moeilijk of niet? Ja, oké, maar dan heb ik weer een vraag aan jou. Nog een vraag. Ja. Lao Tse. Dat was die lapswans. Hoe vaak per week ging die naar de kerk? Pardon? Lao Tse. Nou, het antwoord op alle vragen is 0 keer per week. Het antwoord was 0. Lul. Je had het al lang kunnen zeggen. Jezus ging niet naar de kerk. Ben jij gek? Kerk. Jezus had ruzie met de kerk. De kark. Ik weet dat het 0 is, maar ik wil jou niet toegeven dat je gelijk hebt. Oh! Goedkope propaganda instappen. Ik ga niet beantwoorden daarop. Ik ga niks doen. Snap je dat? Geen probleem. Je bent mijn vriend, maar niet met mij over Jezus of over Boeddha of Mohammed. Mohammed, die sleep jij erbij. Hier moet ik echt protest tegen, niet over Mohammed beginnen. Niet. Want ik heb het niet over de katholieke kuddekerk. Pardon, wie heeft me gevraagd om katholiek te zijn? Ik heb het niet over de katholieke kuddekerk. De KKK. Ja. Daar heb ik het niet over. Mooi, maar nu hoor ik echo, hè? Ik ook. Ben jij aan het afwassen of zo? Ben je aan het afwassen? Perry? Ja? Perry? Ja? Hoor je mij? Perry? Oké. Okay. Nou, ik hoor jou niet. Ik ga opgaan. Ja, ik bel terug. En nou maar hopen dat zij dus niet terugbelt, want ik ben hier het mannetje. En ik weet altijd alles het beste. Maar als zij dan gaat terugbellen, dan bellen we tegen elkaar in en heb je dat probleem weer. Maar ze is down. Kut. De phone is up. Er komt ook zo'n vrouw alleen, dat wordt ook helemaal... Ja, wat heb ik eraan? Ah, ga er weg, stomme computer.
Kijk, dit zijn van die dagelijkse dingen. En we laten het nog even met rust. Het is natuurlijk ook heel erg verhit geworden vanwege al dat christelijke gedoe van mijn kant. En jullie hebben al die tijd gekeken naar de King James Bible online. Na 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 na. I got you. Dit is eigenlijk best wel een vrolijke uitzending. Als je het tot het einde uitgekeken. Want het is gewoon wel zo. Wat Claudia zegt, heeft ze gelijk in. Het geloof dat de mens, dat de empathie van de mens wel eens de essentie van de mens kan zijn. Dat is misbruikt. En daarom zegt zij, ik ben niet religieus. Ik word nooit lid van een geloofsvereniging. Ik leef voor mezelf. Ik probeer het beste ervan te maken. En dat is it. Daar heeft zij wel degelijk een punt. En dan heb je nog steeds de Bijbel, wat mij betreft. Nou, dit was een uitzending nummer 40. Ik ben lekker in het voren aan het werken. En ik ga nu tjus zeggen. Dag.